21 Guns. Nou, het is mijn verhaal, Wijnand. Ja. Ik heb net uitgelegd wat mij vandaag en gisteren is overkomen. Ik heb mijn telefoon te koop gezet op een marktplaats. En daar werd in het Engels gereageerd van iemand die in Nederland zou werken. En of ik via PayPal een bedrag wilde ontvangen, dat heb ik gezegd als goed. Kreeg ik een vals mailtje. Geen geld. Een vals bevestigingsmailtje, inderdaad. En ze hebben mij dus geprobeerd het erin te luisteren voor een €360 totaal. Maar dat is net mislukt. Ik heb het net onderschat of onderschept. Maar er zijn genoeg mensen die daar wel intrappen. Dus ik ben even benieuwd. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Valentijn. Goedemorgen. Jij hebt ook een verhaal. Ja, dat klopt. Ik had me eens ingeschreven bij Lexa. En ik kreeg een hele leuke voorstelling hier in het zuiden van Duitsland. Wat is Lexa? Een dating site. Oh, een dating site, oké. Okay. En ik kreeg een leuke voorstelling van een dame hier. En op een gegeven moment was het wel leuk. En we hebben het hotmail gevraagd. En dan hebben we een doorchat. En op een gegeven moment kwam ik ook uit Nigeria. Dus die persoon die bleek gewoon helemaal niet te verstaan, niet echt te bestaan? Dat was gewoon fictie, Jan. Maar ze sprak wel Nederlands tegen je? Nee, het eerste gedeelte was Nederlands en via de hotmail ging het door naar Engels. Dat is wel gek. Dat vertrouwde ik niet en toch bleef het doorvragen. De eerste keer was wel leuk en de tweede sessie was ook leuk. En de derde keer gingen ze vragen, ik ben ziek en ik moet geld hebben. Precies. Maar jij hebt je ingeschreven bij die dating site. Dat klopt. Maar hoe kom je dan aan haar? Ik werd gematcht aan haar, op een of andere manier. Dat is wel gek. Oh, dus Lexa, die dating site, die stuurde jou een berichtje van we hebben jullie gegevens naast elkaar gelegd en jullie interesses en jullie passen heel goed bij elkaar. Maar dat bleek gewoon een meisje te zijn wat gewoon niet bestond. Dat klopt. Oftewel, dat wordt gewoon niet gecontroleerd. Dat wordt niet gecontroleerd, nee. En dan gaan ze je op een gegeven moment gewoon naar geld vragen. Lekker dan. En toen had je wel zoiets van, dit klopt niet. Nee, daar hebben we ook meteen gezegd, kappen die handel aan. Meteen eruit schrijven. Maar heb je dat nou niet eerder gehad? Daar had je nou niet eerder door van, dit is, want je bent toch altijd op je kievieven dan? Als je met iemand date via internet, vooral e-mailverkeer, vooral als het Engels is, heb je dan al niet zoiets van, dit is wel raar? Nee, want bij Lex stond een leuke foto van die vrouw. Met gewoon een Nederlandse tekst, tot ze hier woonde. Hmm. Met gewoon het blabla verhaal. Kregen ze al een vrouw zoekt, leuke man. Ja, sommige mensen kunnen dat gewoon heel goed. Ik had dat dus ook, hè. Ik ben ook altijd wel op mijn kievieven, zoals jij dat zegt. En ik zou het ook niet zomaar met iemand in zee gaan, maar dit klonk gewoon heel aannemelijk, het verhaal. Dat klopt, ja. Ja, dat is het vaak. De echte goede oplichters, die kunnen dat er gewoon heel goed neerzetten. Maar nu de hamvraag. Ben je nu wel weer gelukkig in de liefde, of... Ik ben nog steeds zoekend. Oh, je bent nog steeds zoekend. Dus iedereen die denkt, dat is een leuke vent, Valentijn, die moet ik hebben... Die mag wel eens bellen. Die kan, goed, dat kan via ons. SMS maar even 3333. Hey Valentijn, bedankt hè. En je succes in de zoektocht. Dankjewel, jij ook. Oké, okay. Bye bye. Hey Ben. Hey jongens. Die tv heb je nooit gekregen, hè? Nou, een tv, het is een computerbeeldscherm. Oh, computerbeeldscherm. Ja. Ja, maar hoe is dat gegaan dan? Nou, ik was dus op zoek naar een computerbeeldscherm. Dus ik denk, ik ga eens op Marktplaats kijken. En toen zag ik inderdaad een leuk beeldscherm. En ik dacht van, dat zou misschien wat kunnen zijn. Dus een beetje over van weer ge-emailed en zo. En het kwam eigenlijk zo ver dat we tot een overeenkomst kwamen, zeg maar. Maar ik heb er geld over gemaakt. En dat ding heb ik nooit geleverd gekregen of zo. Dus dat was best vervelend eigenlijk. Maar waarom maak je dan dat geld over? Ja, dat is gewoon, dat weet ik eigenlijk ook niet. Je hebt gewoon leuk e-mailcontact en je denkt van... als iemand is wel te vertrouwen, zeg maar. Ja. En dan denk je van, ik ga toch maar het geld overmaken, want het zal wel goed zijn. En diegene had ook gezegd, ik heb het verstuurd, dus... En ben je er nooit achteraan gegaan? Heb je nooit nog contact gehad met diegene? Of heb je aangifte gedaan bij de politie, dat je dat geld nog terug kon krijgen? Nee, ik heb een e-mail gestuurd van, ik geef jullie nog een week de tijd om het te versturen of geld terug over te maken. Mm-hmm. En dat is nooit gebeurd. En toen heb je het maar laten gaan, voor die 100 euro? Toen heb ik besloten om aangifte te doen. Nou, dat heb ik dus gedaan, maar ik heb er nooit meer wat van gehoord. Ja, dat kun je vergeten. Dat is gaan piercen, zeg maar. Ja. Ja, dat is kloten. Ja, daarom, ik heb dat ook met Marktplaats. Ik ga niet eens 100 euro overmaken aan iemand. Ik ben gek op oude LP-singeltjes. En die zijn er veelvuldig te koop op Marktplaats.
Ze zoeken altijd goed, maar dan heb je ze altijd voor een tientje of zo. En dan denk ik van ja, gut, het ziet er allemaal. Het zijn ook een beetje de freaks die dat verkopen. En het is allemaal wel betrouwbaar. Het is voor een tientje. Ja, wie gaat nou iemand oplichten voor een tientje? Het is toch altijd wel meer dan 100 euro om een beetje profijt van te hebben. Dus dat doe ik dan nog wel. Maar ja, ik ben toch huiverig. Ook alleen al om het op te laten sturen. Ik moet wel zeggen, om even het contrastveld te schetsen. Niet dat we zometeen het beeld schetsen dat Marktplaats één grote oplichtersbende is. Nee, dat wil ik ook niet. Ja, precies. Kijk, ik koop best veel via Marktplaats. En ik verkoop ook best wel als dingetje via Marktplaats. En dat gaat in 9 van de 10 gevallen wel goed. Maar ja, je moet hier wel altijd heel goed voor uitkijken. Want jij hebt het ook meegemaakt. Ja, helaas wel. Maar ja, laat het weer een les zijn voor mij en ook voor anderen die via Marktplaats handelen. Het is niet zo dat ik wil zeggen van dat Marktplaats zeg maar onbetrouwbaar is of zo. Hè. Dat wil ik niet zeggen. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die proberen daar een voordeel mee te doen. Wees op je hoede. En zeker als iets met Nigeria te maken heeft. Want dat heb ik dus op internet wel. Het schijnt dus echt te zijn. Ze zitten nu dus midden in de telefoons. Want ik ben wat forums gaan nalezen. Je hebt dus echt gewoon stelselmatig mensen. Jij biedt 200 euro voor een telefoon. Bieden zij 225. Dus zij blokkeren ook de hele markt op dat punt. En uiteindelijk, nou ja, goed. Als een van de 10 ze verstuurt. Nou, zo'n telefoon verstuurt. Prima. Want dat heeft daar natuurlijk wel een flinke waarde als je dat naar Afrika stuurt. Ja, zeker weten. Geen bel Chinezen, maar internet Nigeria. Nee, geen Chinees. Hey, Ben, dankjewel voor je verhaal. Ja, oké, jongens. Nigeria is inderdaad. Ja, dankjewel. Dankjewel, hè. Veel plezier. Yo, Nigeria is inderdaad het codewoord. 09091336. Hallo. 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 Hey, ik heb al een tv'tje gekocht op Marktplaats. En het ging gewoon goed. Zelf ophalen, klaar. Ja, dat is het ook. Je moet het zelf ophalen. Gewoon echt zelf ophalen. Je moet eerst gaan connecten met die lui. En dan moet je ze gaan aftasten. En dan op een gegeven moment maak je een afspraak. En dan kom je en dan word je ook niet genept. Nee. TV nieuw in de doos, spiksplinter nieuw, klaar. Ja, maar ja, goed, dat is ook het risico met grotere producten. Auto's bijvoorbeeld. Want hoe weet je nou? Kijk, je kan er nog heen gaan. Je kan zeggen van, hey, die auto, ik wil hem graag hebben. Maar dan kan die nog kapot zijn. Ja, laat je toch een ANWB-keuring doen? Maar dan moet er een mannetje van de ANWB mee, wil je zeggen? Nee. Je kunt een ANWB-keuringstation als gratis, hè? Je kan naar zo'n station gaan, dan maak je een afspraak en dan betaal je gewoon 80 of 90 euro voor. Oh, dacht dat gaat. En dan keert hij hem helemaal binnenste buiten en dan zegt hij exact wat er aan de hand is. Oké, en dat moet je dus doen tijdens een proefrit of zo? Nee, je maakt gewoon een afspraak. Die lijn, je zegt gewoon van, nee, goed, ik wil die auto van je kopen, ik wil hem een halve dag gebruiken. Ja. Ja, en dan ga je zeggen wat je gaat doen met dat voertuig. Ja. Een akkoord, ja. Nee, nou, doen ze niet, dan moet je ook jou. Dan is er iets mis, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is ook het verhaal. Dan is er gewoon wat mis. En geen zaken doen met Nigeria, hè? Dat weet half Nederland al, joh. Ja, dat wist ik. Ik weet veel, maar kijk, als zij netjes dat geld aan mij betalen en ik heb dat geld op mijn PayPal-account. Als je goed kijkt, hè, staan die mailtjes basis vol met schrijffouten. Nou, maar dat heb ik ze dus ook gemaild, want ik ben ook niet zo'n gek dat ik zomaar dat ga versturen. Dus ik heb dat ook uitgezocht. Ik heb ook gemaild, geluisterd, er staan spelfouten in. En ik heb dan uiteindelijk een groep dat ik PayPal heb gevraagd en gedaan, maar dat... Ja, maar PayPal is ook, daar kan je ook nog mee lopen te fucken, hè? Daar heb je een 30 dagen zichtgarantie. Dus als ik jou wat stuur en jij maakt bijvoorbeeld mij wat geld over en ik zeg tegen PayPal van nou goed, dat bevalt me niet, dan heb ik jouw product en je geld terug. Ja. Nou, we moeten in ieder geval voorzichtig zijn. Dat is de andere kant van PayPal, hè? Ja, precies. Nou, het is duidelijk, we moeten er voorzichtig mee zijn. Dankjewel voor je verhaal. Ik hoop serieus nooit meer wat op Marktplaats. Nou, dat vind ik nou ook gelijk. Nee, dat vind ik ver gaan. Er komt nog een sms'je binnen van Henny. Ja. Kijk even op marktplaatsoplichting.nl. Er staat dus gewoon een heel forum. Ja, maar dat klopt. Daar ben ik dus ook op geweest. Maar ik vind het ver gaan om te zeggen, je moet nooit meer op Marktplaats kopen. Want er zijn heel veel dingen die goed gaan. Maar ik vind wel dat je er zelf heel, heel, heel goed op moet letten wat je koopt en hoe je het koopt. En dat je je centen niet zomaar... Want het kan soms om 5 euro gaan, maar dan kan het toch 5 euro zijn. Ja, en hier ook, hier heel lullig. 60 euro voor een kaartje. Ja, dat voor Van Velsen, nooit opgestuurd. Ja. Hey, ja, dankjewel voor jullie verhalen voor de sms'je. Ja, mocht je nog wat hebben... Laat het maar weten, ja. Sms 3333. Dit liedje trouwens, dat ging over een ontvoering van een meisje. Verteld vanuit de dader, die kennelijk een seksuele motieven had. En daarom werd dit liedje op een heleboel radiostations niet gedraaid. Best jammer eigenlijk. Vandaag de dag mag het weer. Ja, en het is ook een hartstikke mooie, een groot hit geworden. Falco! Hoor je nu in de nacht op 3FM. Het is Genie.